De hervormde kerk bestaat vandaag 355 jaar en stond gisteren stil bij dit bijzonder moment. In de Centrumkerk op het Kerkplein was er een kerkdienst en een gezellig samenzijn met kerkleden en diverse genodigden. De oprichting als kolonistenkerk was op 1 mei 1668 toen dominee Johan Baselier in Suriname aankwam. Hij bevond zich aan boord van de vloot van Abraham Krijnsen, die toen voor de tweede keer Suriname veroverde. De hervormde kerk in Suriname heeft in de afgelopen 4 eeuwen verschillende zaken tot stand gebracht. Zo werd in 1855 het comité voor lijkbewassing opgericht dat nu de Stuiversvereniging is. Wij brengen u enkele fragmenten van de kerkdienst gisteren. De uitdaging waarvoor wij nu staan is geen ander meer het versterken van onze predikante korps en hun waardering optimaliseren. Evenzo het versterken van onze principiële groepen met menskracht en kerkmaatwoord. Alleen met godsdruk en alle inzet kunnen wij met succes voorwaarts gaan met worden van de nieuwe groep. Met als motto: zit. En aangezien onze lieve Heer voor 355 jaar niet alleen verblijft en geholpen tot op deze dag, is het ons vertrouwen dat hij ons verder zal bereiden. Ook om die reden is het verpast hem vandaag dank te zeggen en te blijven geloven in hem en in zijn woord. Verder is door de hervormde kerk Bethesda de plek voor verzorging van melaatsen opgericht in samenwerking met de Evangelische Broedergemeente en Evangelische Lutherse Gemeente. Huize Beatrix werd opgericht voor bejaarden rond plusminus 1930. Later ook Huize Margriet. Zij zijn ook medeoprichters van het Diaconessenhuis en medeoprichters van het Comité Christelijke Kerken. Wij de Heer in het bijzonder danken voor al de zielige herders, predikanten en hulppredikanten die u als instrument gebruikt in uw dienst om uw stem te laten klinken. Dank dat zij in uw dienst mochten en mogen staan om met wat u ontvangen wijsheid het evangelie te kondigen. En zo vragen wij u op deze vreugde van de dag. Om ons hart, onze ogen, onze oren open en ons verstand te verlichten, zodat wij de woorden dat we mogen horen, zijn boven de staan en boven alle kerken leven. Vervul ons zo met uw heilige geest en geef dat ook op deze dag de woorden van de mond van uw dienaar en de verlichting van uw hart. Vanaf 1684 werd een kerkboek ingesteld waarin alle gedoopten, huwelijken en sterfgevallen zouden worden bijgehouden. De gemeente beschikt nu over 4 wijkkerken. De Centrumkerk, de Bethlehemkerk, de Morgensterkerk en de Pauluskerk.